Welkom, dames en heren, in het kasteel Botelaarhof. Het kasteel Botelaarhof vindt zijn oorsprong in de 16e eeuw, rond 1525, toen het kasteel in het bezit was van een zekere Cornelis van Ekere. Daar deed het eerst dienst als brouwerij. In 1626 werd het aangekocht door jonker Herman Dassa, die er een omwaterd Hof van Plezantie van maakte, of in duidelijke termen een buitenverblijf voor de superrijken. De grachten rond het kasteel stonden in verbinding met de Herentalse vaart. De brug met de gele Green Road op, tegenover het koetshuis, is de originele brug uit de 17e eeuw. Daarnaast is er nu de nieuwe, ultramoderne brug die de toegang mogelijk maakt voor rolstoelgebruikers. In 1907 werd het kasteel de eerste keer geteisterd door een zware brand. Het brandde volledig uit. Maar werd nog hetzelfde jaar opgebouwd in de neotraditionele stijl, zoals u het de dag van vandaag nog steeds kan bewonderen. Die datum vindt u trouwens ook terug in de zuidgevel van het kasteel. Door de aanleg van de naastgelegen E313 moesten de grachten gedemd worden, en verhuisde de zware stalen inkompoort ook dichter naar het kasteel. Deze poort heeft inmiddels al op vier verschillende plaatsen de toegang tot het kasteel gemarkeerd. Het kasteel bleef bewoond tot 2009 en kreeg daarna enkele andere bestemmingen, zoals een restaurant, een dokterspraktijk en zetel van een vastgoedmakelaar. Toen enkele tieners in 2015 geesten wilden oproepen en letterlijk met vuur speelden, ontstond er een brand en veranderde het mooie kasteel in een zwart geblakerde ruïne. Na een tweede en nog fellere brand liet Antwerps burgemeester Bart de Wever het kasteel met stalen platen afsluiten. Het instortingsgevaar was te groot. Het kasteel en bijhorende koetshuis leken ten dode opgeschreven. Enkel de buitenmuren stonden nog overeind. In 2017 werd het domein, of eerder gezegd de ruïne... Openbaar verkocht. Johan van Nuffel en Kelly Michielsen deden een bod en zagen er een nieuwe toekomst in. Het kasteel en koetshuis zouden veranderen in een jeugdverblijfcentrum. Hier zouden verschillende jeugdorganisaties jeugdkampen kunnen houden, kunnen bedrijven seminaries geven, kunnen er trouwfoto's worden genomen en ook trouwfeesten, communiefeesten, verjaardagen en andere familiefeesten doorgaan. Er werd ook gedacht aan scholen die hun bosklassen in de groene rand rond Antwerpen willen houden. In het koetshuis kunnen zestig mensen slapen. In het kasteel nog eens veertig. Ook Sinterklaas zal hier komen logeren wanneer hij in november en december in ons land te gast is. Wist u dat ook Rubens in dit kasteel ooit kwam genieten van de rust in Deurne? En zelfs Napoleon heeft hier ooit één nacht overnacht. Wat niemand voor mogelijk hield, realiseerden Johan en Kelly toch. Exact twee jaar werkten ze dag en nacht om van deze ruïne te maken tot wat je er nu van gaat ontdekken. Ze plaatsten ook een imposante nieuwbouw neer, naast het kasteel, en tonen zo hoe modern en oud hand in hand samen kunnen gaan. Kasteel Botelaarhof en het koetshuis zijn gered. Geniet van de rondleiding en de schoonheid van dit pareltje... En geniet ook van de prachtige natuur in en rond de tuin.